Ja, natuurlijk. Het brengt alles zenuwen met zich mee. Ja. Ik weet natuurlijk wat me te wachten staat. Ik heb het al eens eerder gedaan. Natuurlijk, de zenuwen die komen steeds harder aan. Natuurlijk, over pakweg iets meer dan een dag is het zover. Dus hopen de mensen niet teleur te stellen. Ja, hij zegt het zelf al. Bijna is het zover. Er is geen twijfel dat het nog mis kan gaan. Dus loopt Herlings zelfverzekerd door Tsjechië. Over hetzelfde circuit dat hij 3 jaar geleden huilend verliet na een zware val. Maar nu zal het anders zijn. Foutloos, oppermachtig was hij dit seizoen. Ieder record werd verbroken en dat wordt morgen bekroond. Ja, natuurlijk. Ik weet zeker dat ik het kan afhandelen hier. Tot nu toe 13 van de 13 GP's gewonnen, dus waarom dit weekend dan niet? We gaan in ieder geval ons best voor doen. En hopen we de titel terug in Nederland te gaan. Ook tijdens de kwalificatie vanmiddag was Herlings de beste. En dus is dit een vertrouwd, haast eentonig beeld. Nee, spannend was het allemaal niet. Maar als het daarover gaat, blijft Herlings zijn indrukwekkende getallen herhalen. 13 GP's achter elkaar weten te winnen van de laatste 13. Dus het was tot nu toe toch een prachtig seizoen geweest voor mij in ieder geval. Heb je de oorlog, de competitie gemist? Een beetje wel, ja. Een beetje wel. De spanning is dit jaar gewoon een stuk minder. Voor mij is het alleen maar fijner, het is makkelijker dit jaar. Maar ik heb natuurlijk de spanning wel wat gemist, ja. Vind je het dan wel eens saai? Zit je wel eens op de motor dat je denkt van... Ja, het wordt routine. Nee, het is nooit routine. Het moet altijd ook normaal gebeuren. Zoals ik zaterdag in de kwalificatie ben gevallen, dus dit jaar was gewoon eigenlijk niet normaal zo vaak. Maar gelukkig op zondag is het altijd goed gekomen dit jaar. En zo zal het morgen ook zijn. 18 lente is jong en Jeffrey Herlings gaat op voor zijn tweede wereldtitel. Nummer 84 heeft zijn doel wederom gehaald.